Hey, hallo, goeiedag gewenst. En welkom weer in een nieuwe video, de tweede van drie creatieve ideeën die met Harry Potter te maken hebben. Drie ideeën, je zou zeggen, je bent een beetje geobsedeerd door Harry Potter. En nou ja, als ik op een schaal van 1 tot 10 moet aangeven hoe geobsedeerd ik ben met Harry Potter, zou ik zeggen 9, 3 vierde. Oké. Wat we in deze video gaan maken is de gouden snaai. Je weet wel, dat vliegende gouden balletje met die vleugels die zo leuk rondvliegt, die je te pakken moet krijgen tijdens een potje zwerkbal en dan heb je gewonnen. Oké. De totale kosten van dit project weet ik al, dat is €14,95 en misschien dat je zelfs nog goedkoper uit kunt zijn. Het enige wat ik er eigenlijk voor heb hoeven kopen, is eigenlijk iets wat je per definitie nog niet eens nodig hebt voor dit project, maar wat ik er zelf gewoon een leuke aanvulling vond. En dat is deze stolp. Deze stolp heb ik gekocht bij de Intratuin voor €14,95. Oké, wat heb je verder nodig voor dit project? Nou, wat ik altijd wel in huis heb, komt er eens uit, zijn pingpongballen. Pingpongballen kun je namelijk ideaal gebruiken bij verschillende projecten om ogen van te maken. Je kunt hier van die googly eyes, die wiebeloogjes opplakken. En daar kan je er van alles mee doen. Je zou een pingpongbal in tweeën kunnen snijden. Dan heb je twee halve ballen die je als ogen kan gebruiken. Dat soort dingen eigenlijk. Maar deze keer gaan we er een gouden snaai van maken. Wat heb je verder nodig? Zowel om ermee te kunnen werken als om hem uiteindelijk in de stolp leuk neer te zetten, is het handig om er een magneetje op te plakken. Ik heb hier drie magneetjes en het zijn hele kleine ronde magneetjes. En die had ik niet, maar die heb ik gekregen van iemand die ik ken, dus daar heb ik geen geld aan hoeven uitgeven. Dus die gaan we erbij gebruiken. We gaan heel veel doen met secondenlijm. Wat gewoon heel snel de boel aan elkaar vastlijmt. En wat ik ook niet heb hoeven kopen, want ik had er meer dan dat me lief is van die hele goedkope oordopjes voor de muziek, geluid en dat soort dingen. Vaak krijg je ze bij als je een nieuwe telefoon koopt of zo. Ja, ik heb ze regelmatig gekocht bij de Action, maar dan binnen heel korte tijd dat één kant of misschien zelfs allebei het al niet meer deed. Maar ja, toch doe ik niet snel iets weg. Ik kan het altijd nog wel ergens voor gebruiken. En in dit project gaan we dit dus zeker wel gebruiken. Wat je verder nodig hebt zijn kleine kraaltjes met een gaatje erin. Die gaan we ook gebruiken. Veren. De veren. In de films van Harry Potter worden ze door computertechnieken eigenlijk aan het balletje gemaakt, zodat het lijkt alsof die vliegt, zeg maar, die bal. Maar wij maken er gewoon echte fysieke veren aan. Oké, ik heb al een aantal dingen ter voorbereiding gedaan. Deze stolp, die heeft nu een rode kleur. Dat had hij niet. Dat heb ik gedaan. Toen ik hem kocht, had hij gewoon een neutrale houtskleur. En ik dacht van uiteindelijke resultaten, om de kleuren leuk bij elkaar af te laten steken, wilde ik hem graag rood hebben. Dus ik heb hem op mijn gemakje eerst ontvet met terpentine en met de spuitbusrood een rode tint gegeven. Vervolgens heb ik dit kaartje gemaakt. Je krijgt nu in beeld het filmpje te zien waar ik het kaartje bij elkaar zet. Ik heb het uitgeprint en op een stukje karton extra bevestigd, of dik papier eigenlijk. En dat in zeer breed plakband gewikkeld. Of dat het lijkt alsof het echt een officieel kaartje is. En het lettertype en dit soort 3D-achtige logo kun je maken via de site flamingtext.com. Die site gebruik ik echt regelmatig. Het is een site die ik zeer kan aanbevelen voor verschillende dingen. En de link
heb je ondertussen wel in beeld zien verschijnen. Verder heb ik deze plank gemaakt. Nou ja, gemaakt, bedoel ik had hem al. Maar ik heb er een schroef in gezet. Waarom? Omdat zolang ik nog aan het werk ben aan de snaai, wil ik gewoon dit als werkplek gebruiken. En wil ik verder zo weinig mogelijk nog te maken hebben met de stolp. Het magneetje, je ziet het, gaat er prima op. Precies zo'nzelfde schroef heb ik dus ook in de stolp al vastgezet. Waar de snaai uiteindelijk op tentoongesteld zal worden, zeg maar. En om de schroef een beetje weg te werken, heb ik een stukje buis van een peurschuim mondstuk afgeknipt. Je kan ook een rietje gebruiken. En daar een stuk duct tape omheen gedaan, zodat die zwart is. En dat eigenlijk om de schroef heen gedaan. Die vervolgens een stukje erin geschroefd en dat zit gewoon hartstikke stevig. Met dat gezegd te hebben, qua materialen gaan we niet veel bijzonders gebruiken. We gaan gebruiken voornamelijk tangetjes. Voor de schroef heb ik uiteraard een accu-schroefboormachine gebruikt. Verder om de kralen op zijn plek te krijgen, maak ik gebruik van spelden. Maar dat komt straks wel aan bod. En verder heb ik ook een pincet erbij. Om zo af en toe wat dingen beter kunnen pakken. En last but not least, ik had het er al even over. Secondenlijm. Ik heb aardig wat secondenlijm maar op voorraad erbij gehaald. En we kunnen eigenlijk aan de slag. Als eerste gaan we ervoor zorgen dat de bal dadelijk op de plek blijft waar we hem willen hebben. Dus, magneetje op de schroef, secondenlijm erbij. Smeren het magneetje in. En de pingpongbal erop. Er zal deze keer geen gebruik gaan worden van dat lijmpistool. Et voilà. Nu tijd om de oortelefoontjes uit elkaar te gaan halen. Met een tangetje. Even alles eraf knippen wat je niet nodig hebt. En dan, zoals je vroeger misschien wel dropveters uit elkaar trok of andere dingen, even zo uit elkaar halen. Er zit hier een soort tussenstukje. Ik had het netjes kunnen knippen, maar ik had te stil ook dat ik hem eraf kon schuiven, maar trek hem kapot, geeft niet. Zo dan. Allemaal losse draden die we kunnen gaan gebruiken. Tijd om het ontwerp een beetje te gaan schetsen op de bal zelf, met een potloodje. De vormgeving is ongeveer in twee helften van de bal te verdelen. Dus dan voorzichtig een streep trekken, zodat we weten waar het midden ongeveer zit. De secondenlijm is nog een beetje aan het werk blijkbaar. Zo af en toe zit mijn huid er een beetje aan vast, maar dat komt wel goed. Zo.
De onderste helft lijkt een soort ja, roosterachtig idee in te zitten met verticale strepen, maar de ovale vorm deed mij een beetje denken aan een tennisbal. We zien voornamelijk van de gouden snaai alleen de voorkant. De achterkant zien we eigenlijk nooit, dus dat laat een beetje aan de fantasie over, maar dat is ook niet zo erg. Ik heb getracht het te pakken te krijgen, even gezocht via Google en dat soort dingen, maar je krijgt alleen maar de voorkant van de snaai te zien. Nou, hier is het ongeveer, het midden aan de voorkant wel. Dus dat houden we aan. En dan, ja, die ovale vormen. Kun je het een beetje zien? Ik laat het zo om het magneetje heen lopen naar de voorkant toe. En dan hier maken we dezelfde vorm. In spiegelbeeld. En die sluit daar ook weer op aan. Dat gaat hem zo'n beetje worden, zeg maar. We gaan dit eerst aanpakken nu met secondenlijm en het stuk draad van de oortelefoontjes. We gaan aan de slag. Wat belangrijk is bij dat gebruik van secondenlijm, is dat je niet te veel in één keer moet willen. Je moet het gewoon stukje bij beetje doen. Niet de hele boel in één keer willen doen. Dus we gaan beginnen met hier een puntje te zetten en het draad daarop vast te lijmen. Dus gaan we steeds puntgewijs de boel eerst globaal vastzetten en daarna netjes goed vastzetten. Dus eerst een druppeltje secondenlijm. Dan nemen we het draad erbij en we plaatsen het waar het moet komen. Met secondenlijm komen altijd je vingers onder te zitten, het is niet te geloven. Al doe je nog zo voorzichtig. Kijk, dat bedoel ik. Maar dat geeft niet. Druppeltje. En dan heb je dit. Binnen deze rondingen, zeg maar, in die onderste helft van de snaai,
lijken wat horizontale strepen te lopen. Die heb ik nu even met potlood getekend, een stuk of 3. En die gaan we nu per lijn zo helemaal voorzien van zo'n draad. Ik zit meer naar de bal te kijken dan of het wel in beeld komt. Maar hier zie je een beetje wat de bedoeling is. Nou, zoals je ziet zijn we al aardig wat stapjes verder. De onderkant had je natuurlijk al gezien. Hierboven heb ik ook die draadjes erop geplakt in zo'n vorm. En dat dan 2 keer. En het eerste kraaltje zit er al op waar later de veren in zullen komen. Die speld die zit er even tijdelijk bij. Waarom? Om een beetje de richting te kunnen bepalen van het gat. Dat het wat schuin omhoog steekt, hè, maar ook een bepaalde richting uit. Zodat het een beetje dadelijk symmetrisch is. Dat niet de een dadelijk zo omhoog gaat en de ander bijvoorbeeld zo of recht omhoog. Het moet wel een beetje symmetrisch zijn. Dus, nu even nog het tweede kraaltje erop. Spelten door. Als de speld erop zit, kun je er nog wat lijm bij spuiten natuurlijk. Zo, laten we dit even drogen. En als dat gedroogd is, dan pakken we de spuitbus lijmspray erbij. Spuiten we min, omdat ik toch het idee heb dat de verf dan beter gaat hechten. En dan is het tijd om deze alvast te gaan spuiten. Ik zal hem in eerste instantie even een basis geven van geel of rood. Om vervolgens met goudspray eroverheen te spuiten. Zoals je ziet heb ik aardig wat zitten tekenen. En om er zeker van te zijn dat dat niet door het goud heen gaat komen, wil ik hem eerst een coating geven. Daarnaast ben ik van mening dat het goud dan mooier wordt met een gele of rode onderlaag. Maar we wachten eerst tot dit is gedroogd. Nou, daar gaan we dan. Dus eerst even de lijmspray. Rode verf. Nu dat dit droog is, doen we even weer een laagje lijmspray erop. En dan gaan we de kleur goud erop doen. Goed, de gouden snaai is goud. Die staat even lekker op zijn gemak te drogen. Daar hebben we nu even toch geen omkijken naar. We gaan nu beginnen met de vleugels. De vleugels gaan we maken van veren. En je zou misschien kunnen denken dat de veren ook goudkleurig zijn. Dat is echter niet zo. Die zijn zilverkleurig. Dus dat is wel even iets om rekening mee te houden.
Dit zijn echte veren. Dus om die dadelijk in een goede positie te krijgen, is misschien even nodig om ook een stukje ijzerdraad te gebruiken. Dus ik heb voor de zekerheid dun ijzerdraad erbij gepakt in de vorm van dichtbindetjes van vuilniszakken. Ik knoop zelf altijd mijn vuilniszakken het liefst gewoon zo dicht. Ik gebruik die dichtbinders nooit bij vuilniszakken zelf eigenlijk. Dus die heb ik altijd wel ruimschoots in voorraad ook. En met dit soort dingen zijn ze natuurlijk uitermate handig. Ik heb even een pingpongballetje erbij gehaald voor de maat. En misschien voor het mooie wat te lang. Wat misschien ook wel goed is om te beseffen is dat de vleugels van de snaai maar aan één kant veren bevatten. Dus de bovenkant, mijn excuses, voor de oprispingen. De bovenkant gaan we eraf knippen. Dat is nummer 2. We gaan de veren straks zilver spuiten. Dit plastic wat hier omheen zit is niet oververfbaar. Maar dat kan je er heel makkelijk afkrijgen. Dus dat gaan we doen. Zo, dat is eraf. We hebben de veren. En ik denk dat als ik hier het tipje eraf knip. Veren zijn meestal hol. Dan kan ik het ijzerdraad er misschien wel voor een groot deel in krijgen. Uiteraard voorzichtig te werk gaan. Tijd om het af te gaan ronden en hem in elkaar te gaan zetten. Zoals je ziet, de gouden snaai zelf zit al op zijn plek. Ondertussen heb ik zoveel zilververf aan mijn vingers dat als ik wat door was gegaan, had ik in de tovenaar van ons mee kunnen doen. Maar dat verder terzijde. Het is tijd om de vleugels aan de gouden snaai te gaan vastzetten. Secondenlijm in de buurt. Knippen hem af. En we gaan er secondenlijm op doen.
beetje op zijn plek houden. Dat is één. En dat is twee. We hebben een gouden snaai. Het kaartje erbij. De stolp. Er voorzichtig omheen. Snij misschien wat meer in het midden. Hij is klaar. Harry Potter's De Gouden Snaai. Ik hoop dat je deze video weer heel leuk hebt gevonden. Geef een duimpje omhoog en abonneer je gerust op mijn kanaal. En ik zie je in de volgende video weer bij de laatste van de drie Harry Potter gerelateerde creatieve projecten.